Yo mensen, het is weer woensdag en dat betekent weer een nieuwe pinkslip. En wat voor eentje, vandaag een hele grote, een 4 inform pinkslip. Met de namen als inform Gamero, inform Socrates, die trouwens echt geweldige stats heeft, second inform Aqualani. En als laatste, maar zeker niet als slechtste, hebben wij ook de linksbuiten van Sounders, inform Dempsey. Dus het is een gigantische pingslip. Ik hoop dat ik deze kan winnen. Het is een grote omdat ook de Team of the Seasons eraan komen. Dus het leek me wel leuk om gewoon een grote te doen. Let's do this. Haha, hij heeft 57 chemistry. Beter. Dit moet sowieso maar wel in mijn voordeel werken. Ik heb trouwens weer gewoon getweet. Mocht je me thuis nog niet volgen, Twitter zal in de beschrijving beneden staan. Volg me, de eerste die reageert, wint. En mag dus tegen mij spelen elke woensdag voor een pingslip. Ik ben wel benieuwd wat zijn team is. Bronzen coach. Aguero. Oh, het is dan helemaal niet zo heel slecht. Volgens mij is het zo'n free pack team of zo. Nou, ik ben benieuwd hoe die speelt. Oeh, come on, let's do this. Kom, Johnson. Wat een sick idee. Oh, dat is wel cool, ja. Vind je? Niks. Oh, kut. Oeh, lekker gekiept. Ga die, Johnson. Ga die, Johnson. Oké, dit moet 1-0 zijn. Kom op. Maak hem. Maak hem. Yes! 1-0. Lekker, Eddie Johnson. Oeh. Dat is een lekker begin. Na 15 minuten of na 19 minuten staan we 1-0 voor. Dat gaat goed. Oeh. Oeh, dat trapte hij gelukkig in. Tegen Dempsey. Oké. Als dat schotje naar Dempsey. Hij heeft een goed afschot. Boom! Lekker, Dempsey. Oh, lekker. Heerlijk. 2-0. 2-0. Nog voor rust. Dus we gaan sowieso met minimaal 2-0 de rust in. Gaat lekker eigenlijk. Oké, het is rust. We gaan met 2-0 de rust in. Door goals van Eddie Johnson en Clint Dempsey. Hopelijk kunnen we dit vasthouden. Zodat we in de tweede helft deze stand kunnen vasthouden. En dan toch onze spelers kunnen houden. Prima. Oké, lekker. We hebben er gewoon nog 1 door. Nog 1 door. Maak hem. Lekker, 3-0. Lekker. 3-0 is meestal wel klaar. Ik moet nu alleen nog niet snel een doelpunt tegenkrijgen met 50ste minuut. Oeh, gaat goed. Oké, Johnson. Oké, Johnson. Oeh, lekker. 4-0. Heerlijk, Eddie Johnson. 60ste minuut, 4-0. Dit is dus zo goed als klaar. Dit kan niet meer anders dan dat ik deze spelers gewoon lekker houden. Maak meteen de 5-0. Maak hem, Johnson. Oh, penalty. Hey. We krijgen ook nog een penalty. Dan gaat waarschijnlijk Clint Dempsey die 5-0 inschieten. Nee. Fuck off, Kabaya. Clint Dempsey. Maakt hij hem? Nee. Oh, dit is best wel gaar. Dit is best oké. Oeh, wat doe je? Lekker gekiept. Syracuse speelt echt kapot goed deze wedstrijd. Steken. Kabaya. Finesse. Oh, goed gekiept. Teken. Syracuse. Heerlijk gekiept, jongen. Alweer. Het is wel een hele goede wedstrijd. Gaan, Lucas. Pogba moet zitten. Pogba scoort. 5 of 6-0. Ik weet het eigenlijk niet echt precies meer. Maar goed, we kunnen lekker deze spelers in onze club houden. Daar ben ik echt super blij mee. Oeh, lekker gekiept. Steek hem. Oeh, dat is echt een geniaal steekbal. Johnson voor de 6-0. Zo!
Hij schiet hem er even in. Dat is al heel knap afgewerkt. Volgens mij heeft hij helemaal niet zo'n hele hoge finish. Maar goed, toch een heel goed, hele goede finish. En het staat dus 6-0. Ja, hij fluit af, of niet? Ja, hij fluit af. 6-0 geëindigd. Dat was in principe best wel een makkelijke overwinning. Maar dat komt ook omdat hij een team van 57 kansen heeft. En dat betekent maar één ding. Wij mogen in onze spelers houden. Eer van Camero. Het blijft dus in mijn club. Ik ga zo even een transferlijst sturen. Omdat Team of the Season bijna gaat starten. En dan raak ik een hoop geld kwijt. Maar goed, dat is toch volgens mij 60k of zo wat in mijn club blijft. Dus daar ben ik best wel blij mee. Wil je thuis mijn volgende tegenstander zijn? Dan kan het natuurlijk voor volgende week woensdag. Volg op Twitter. Link zal in de beschrijving staan. Dan moet je hem gewoon volgen. En de eerste die reageert, die gaat tegen mij spelen. Maar goed, voor nu. Like op het moment dat je deze video leuk vindt. Abonneer op deze FIFA-video op het moment dat je nog niet was. Mijn kanaal zal ook in de beschrijving staan. Voor veel meer pinkslips en dat soort andere shit. En dan zie ik jullie volgende week weer. Later jongens.